Wat was de mooiste scène van jou? Wat vond je de mooiste scène in Mokka Mafia? De mooiste scène? Ja. Of vond je helemaal... Vraag me een gekke vraag. Ja man, deze, kijk zo. Nadenken man. Ik bedenk ook maar wat. De gekste scène van mij in Mokka Mafia. Waar gaat je? Hoe is het man? Hé, hey, kijk, het moet hè? Wat is dit, broer? Waar gaat je? Rustig. Kijk hier, ik heb wat voor je meegenomen. Oh, man. Top. Ja, toch. Oké, vet. Stukje script van Mokka Mafia seizoen 2. Is het voor mij? Ja, toch, je mag hem hebben, man. Of voor die kijkers? Ik heb er twee, dus ik pak straks eentje voor moet je. Eentje even signeren, man. Ja, toch, tuurlijk. Gaat goed? Rustig man, we zijn er, we leven. Lekker man, lekker man. Hoe word je de band, jongen? Ja. Ik denk hij komt niet meer. Ja, maar dit moest van Mark Rutte. Die had mij een bericht gestuurd. Hij is fan van het programma toch? Je bent wel creatief man, ik zeg je eerlijk. Ja toch? Is het? Is toch goed? Is bij Albert Heijn ook zo hè? Hetzelfde. Ja, als je daar gaat winkelen, dan heb je alleen zo'n ding ertussen. Dus waarom mag ik dit niet doen dan? Is toch hetzelfde? Ja, klopt eigenlijk wel. Je mag gelijk man. Dat is wel vet hè, die auto. Ja, dit moet even. Ja, dit is even. Je bent wel echt creatief. Lekker man. Oh, wat een klote weer. Waar moet ik hem signeren? Ja, doe maar gewoon daar. De binnenkant. Ja. Heb je goed vind? Met wat? De handtekening. Ja, hè? Ja, hè? Nee. Jawel, ik hem wel, dankjewel. Ik vroeg hem wel. Hey, dit is wel vet hoor. Ja, even laten zien. Die zien het, man. Ja, één keer op dat knopje drukken, daar bovenop, die camera. Hier? Daar, ja, één keer. Ja. Ja, top. Dan neemt hij ook die kant op, weet je wel. Dan zie je al een knap je gezicht helemaal. Hey, woon je hier, hé? Ja, dit is mijn buurt, man. Vogelbuurt. Oké. Ja, man. Amsterdam-Noord. Ik kan ook vogelnaden, hè? Wat zeg je? Ik kan ook vogelnaden. Doe dan. Doe dan. Oké. Moet jij raden wat het is, ja? Oké. Een uil of zo. Nee. Wat dan? Een duif. Doe ze nog een keer. Ik zeg je eerlijk, ik heb veel duiven gehoord, maar deze ken ik nog niet. Nee. Oké, doe deze. Deze is iets moeilijker. Weet je wat het is? Nee? Wat is dat dan? Wat denk je? Gewoon een duif, broer. Nee, een papegaai die een duif nadoet. Hé, hey, Samba. Dat was echt ziek, man. Die had ik gisteren toevallig gepost op mijn Instagram. Ik zag het er van zo'n Belg die wat idee had. Maar ik kan het heel mooi vertellen, heel rustig toch? Nee. Welke die kale? Ja, er zit er nog eentje. Ik had hem geplaatst op mijn Instagram. Moet je eens checken. Ik ging dood, joh. Hey, maar hier woon je dus lekker? Ja, maar hier kom ik vandaan, man. Woon je bij je ouders nog? Ja, ik woon nog lekker thuis, man. Oké, heb je goed voor elkaar? Ja, het is maar wat je goed voor elkaar noemt, man. Lekker eten, lekker wassen, mama? Of niet? Wat? Was ze alles voor je, lekker koken? Ja, zeker, maar ze wast alles voor me, man. Ik ben dankbaar, man, dat ik zo'n moeder heb. Ja, toch? Heerlijk. Ja, mooi, zeker, man. Hé, hey, maar die Syrië, jezus, man. Hij is dik, hè? Vond je hem dik? Oh, zelfs mijn vrouw ging kijken ook. Die werd helemaal gek. Je zegt tegen mij, kom, ga kijken vanavond. Nu, Mokka Mafia. Ja, ga kijken, kom. Mooi man, mooi om te horen. Hij is een dikke serie, hè? Ik heb mijn best gedaan, man. Ja, hij speelt goed, man. Echt complimenten. Dankjewel, man. Ik zat ook elke keer te wachten dat jij in beeld kwam. Ik vond dat mooi. Als jij dan, weet je wel, als jij in beeld kwam, vond ik echt geweldig om te zien. Ik dacht, wauw. Hij speelt echt goed, die gozer, man. Mooi om te horen, man. Ja, en nou ben je Diddy. Godsamme, man. Ik ben wel vies geschoten, man. Ja, man. Zo. Maar volgens mij schoot hij mis naast je oren. Nee, man, ik ben echt vies doodgemaakt, maar ik zeg je eerlijk. Je lief, jongen. Je bent niet dood. Ben je echt dood? Ik ben dood, broer. Ik ben geschoten, dus ik... Ja. Dus, nee, ik weet, je mag niks zeggen, maar... serieus, broer. Ik ben geschoten, toch? Of niet? Ja, maar je kan nog leven. Nee, leven, man. Jawel, heeft hij je oor geschoten? Zo boep naar langs heen. Zo'n feest, man. Straks kom jij in beeld met één oor en kom je terug.
In één keer maar, een paar jaar. Je weet toch, ik ben super dankbaar met die kans. Ik heb gewoon mijn ding kunnen doen. Ja. En nu kan ik weer lekker naar school, begrijp je? Ik ben heel lang niet naar school geweest, dus ik kan nu eindelijk weer naar school en mezelf gewoon doorontwikkelen. Ja, 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 ja. Dat is ook super belangrijk, man. Ja. Ontwikkeling. Maar dus je komt niet meer terug? Nee, man, nee, man. Ah, man, dat is wel kut, man. Ik vind het echt zonde. Ja, maar ik heb mijn ding gedaan. Maar ik hoop dat ze een mooi project neerzetten, man. Het derde seizoen, man. Ik hoop het wel dat ze... Er komt ook nog een derde seizoen. Ja, maar dat is al aangekondigd, man. Ik zag zoiets op internet staan, man. Je rijdt gewoon naar de pont toe. Weer naar Centraal. Oh, nee. Was hier de pont, hé? Ja, de pont naar Centraal. Ach, gewoon, ja. Man. Je moet hem hier omdraaien. Hier ben ik nog nooit geweest. Eetje, nee? Nee. Maar je komt uit Amsterdam, toch? Nee, man. Ik kom uit Arnhem. Arnhem. Ja, ik zag het. Ik zeg je eerlijk, ik heb een beetje research gedaan, je weet toch? Ja? Ja, ja, ja. Ik zag dat je bij Vitesse speelde. Toch? Nee, maar Vitesse, amateurs. Amateurs. Ik was 13, ging met naar Ajax. Met Theo Jansen of zo. Ja, 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 klopt. Huh? Ja. Keihard, man. Ik was 13, ging naar Ajax. Maar Theo Jansen rookt, toch? Ja. Heb je ook gerookt vroeger? Ja, 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 zeker. Ik weet niet wat dat is met die jongens uit Arnhem, man. Ik weet niet... Ze houden van sigaretten. Ja, op een of andere manier moet ze altijd raar doen of zo. Ik weet het niet. Even iets anders dan... Ja. Ook grote bek allemaal uit Arnhem en zo. En ja? Ja, dat is wel gewoon lekker relaxed, weet je wel. Gewoon normaal. Gewoon doen wie je bent en voor de rest. Ja, sigaretje lekker, erbij. Man. Sigaretje. Een drankje. Jij rook jij? Nee, man. Nee, in de man. Serie wel, toch? Nee. Ja, in de serie wel, tuurlijk. Alleen hasje? Nee. Wat, in de serie bedoel je? Of in het dagelijks leven? Dagelijks leven. Nee, man. Gewoon in de serie, man. Ja. Ja, dus roken is niet echt iets voor mij, man. Ik zeg je eerlijk. Nee, hè? Daar, ik denk dat ik sowieso niet heel goed daarin ben of zo, maar. In roken niet? Nee, man, de set ook, man. Als ik dan zo'n nep... Hij is, ja, ja, ja. Is niks voor mij, man. Ja, 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 nee, ja, nee, nee. Oké. Okay. En wie woont hier nog? Iemand in de buurt ook, bekend? Hier? Heel veel, man. Weet je hoeveel profvoetballers hier vandaan komen? Ja. Met wie ik heb gevoetbald ook. Yassine Ayoub? Nee. Die komt van een vogelbuurt. Ik ben vroeger met hem gaan voetballen op het pleintje. Dejon Redan. Oh ja, Redan, ja. Komt ook van hier. Komt ook van hier. Ja. Ayoub. Met Dejon Redan zat ik vroeger in de klas al. Waar ben je? Ja, ja, ja. Hele goede jongen. Lieve jongen. Waar speelt hij nu? Hij speelt nu bij Hertha of zoiets, toch? Hij speelt in Duitsland. Ja, 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 ja. Met die andere Nederlandse jongen. Hoe heet die? Ja, Bruma. Karim. Rikik. Ja, die en er is nog eentje, toch? Ja. Die spits, die had gescoord 2 keer. Niet de rol, toch? Nee, nee, niet de rol. Hoe heet die? Abu Stegner. Hé, hey, broer, deze man, jongen. Echt, hè? Was je vrouw niet gek van je soms? Gewoon eerlijk. Ja, ik dacht, mijn vrouw was wel gek, man. Mijn vrouw was helemaal gek van mij. Vooral nu, toch? Ja. Ik ook voor mijn vrouw. Maar het is gezellig, man. Het is gezellig. Ja, zo. Als je 3 kinderen thuis hebt lopen die elkaar de haar uit de kop trekken, is het echt niet leuk, man. Zo, ik ben blij dat ik weg kan. Heb je 3 kinderen? Ja. Wil je er niet meer? Nee, man. Ja, is het genoeg? Ik heb wel meerdere kinderen, maar niet... Lukt niet meer? Niet in Nederland, maar... Waar dan, broer? Echt. Serieus? Ja. Waar? In Engeland 1 en Italië 2. Serieus? Ja. Je hebt overal gewoon overal een beetje achtergelaten. Ja, overal een beetje, ja. Zeg maar, ja, een beetje Surinaamse Indië eigenlijk. Eigenlijk wel, hè? Ja. Maar ik hoor ook dat je een beetje Marokkaans bent. Kan je een beetje Marokkaans praten? Nee, ik kan gewoon dus alleen de vieze woorden en zo, maar dat is... Oh, dat is... Doe jij ook dingen, dat soort dingen allemaal opdrachten krijg je? Ik krijg wel opdrachten, ja, maar... Mijn focus nu echt ligt is gewoon school, man, broer. Ja? Ik denk niet dat ik... Niet voor ons verdienen, geen geld. Geld moet je ook wel verdienen, natuurlijk. Je moet ook eten, je moet ook drinken. Yeah. Maar waar ga je geld nu verdienen met corona? Ja, nu, ja, nu, hier niet. Jij bent slim, jij doet gewoon echt kapje hier, papar, BN'ers in die auto, je maakt nog steeds je geld. Je bent slim, ja. Ik moet wel, ik heb niks anders. Ja, ja. Hey, maar, zoals, heb je geen managers? Hoe gaat dat bij acteurs? Gewoon hetzelfde als bij rappers, maar ik heb wel gewoon een manager. Ja. Gewoon Nathan Moskovic. Ja, oké. Oh, die heeft ook Lil Kleine en zo, toch? Ja, 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 klopt. Ja, Lil Kleine en al die Dope Boy en al die jongens. Ja, Dope Boy, ja, 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 ja. Nee, man, ik heb wel gewoon een manager, man. Ja. Oh, wat dik. Je verdient het nou een beetje goed. Zeg maar, kan je leven van... Wat... Kijk, in Nederland die acteurs toch, ja, kan je daar wel geld van, kan je daar wel van leven? Je wordt geen miljonair of zo. Het kan in principe wel, maar ja. het is niet waarvoor je gaat. Maar je kan gewoon eten, je drankje, je broodje halen. Ik zit goed, man. Ja? Ja, ja. Okay. En met dit kun je ook wel... Met dit? Ja, nee. Ah, je rijdt een BMW M... Is het een M-pakket of is het een M? Nee, man. Het is alleen maar M-pakket. Ik moet me eerst laten zien. Eerst bewijzen.
BVB zei tegen mij, Andy, je moet eerst bewijzen en dan krijg je M. Dan krijg je die M-serie, die volgende auto. Ja. Ah, is goed. Ik zeg, nou, dat moet maar met deze. Maar je doet iets waar, nee, waar je goed in bent, dus ja. Ja. Weet je, als je ook nog eens een auto erbij krijgt. Ja, alles. Maar ik doe gewoon, ik ben gewoon mezelf. Heb je ook een tankpas? Nee, die niet. Die heb ik van mijn vrouw. Ja, maar man. Ik wou net mijn moeders auto tanken, je weet toch. Misschien kan je me helpen. Hé, hoe oud is jouw vader en moeder? Mijn vader? Boy, joh. Ik weet het eigenlijk niet eens, man. Ik zeg je eerlijk, mijn vader is rond de 63 of zoiets. Oh, oké. Okay. Ja, man. En mijn moeder is 53. Oh, heb je nog broertjes, zusjes? Jawel, jawel. Ik heb wel broertjes en zusjes, man. Die doen allemaal ook hun ding overal en nergens. Gewoon lekker werken. Ja? Maar nu met corona zit iedereen thuis, toch? Ja, ja, ja. Je bent met elkaar, je weet toch? Het is helemaal druk. En ik ben de jongste, dus je weet toch, ik krijg al die... Al die hoofdpijn op mij. Ja, ja, ja. Krijg je al wat de schuld van zo? Ja, die kutmuis, klein tingel. Nee, maar heb jij broers en zussen? Ja, ik heb twee zussen. Twee zussen? Ja. Wonen ze ook in Nederland? Of? Ja, ik woon in Nederland. Ze hebben allebei geen werk nu. De ballen zijn dicht. Dus nee, maar gewoon... Wat, broer? Nee, maar dus, ik heb gewoon hele lieve zussen. Eigenlijk kent mijn zus. Niemand kent mijn zus. Nee? Ik heb één zus, die is getrouwd met een Marokkaanse man. Ah, daar komt het vandaan. Ja, dus ik heb ook een neefje, die is Marokkaans en die kan ook goed voetballen en zo. Ja, waar voetbalt hij? Ja, hij is nog jong, maar je ziet, hij heeft al wel dat schot en zo, weet je wel. Oké. Okay. Dus die, zeg maar, die, hoe noem je dat, motoriek en zo. Ja, ik kon vroeger ook goed voetballen, maar ik zeg je eerlijk. Ik ook, ik weet niet wat er aan de hand is, ik weet niet wat er met je aan de hand was, maar ik zeg je eerlijk. Ik zag ook dat je bij PSV speelde en dat je in wedstrijden had gespeeld. Wat is dat, broer? Je speelde gewoon bij PSV, maar ja, je maakte geen maar ik kwam daar maar voor een halfjaartje. Maar ik had een jaar niet gevoetbald. Dus ik had een jaar niet gevoetbald, ook niet getraind, niks. Dus, maar ze konden mij kopen omdat ik transfervrij was. Daarom hadden ze me gekocht, voor de rest niks. Fred Rutte was trainer, ja, toch? Ja, Fred Rutte, ja. Maar had je gegund toch vroeger? Ja. En toen je bij PSV kwam, dacht hij, nou man, nu niet meer. Nee, maar ik was al oud, ik was 30, 29, 30 en dik. Oké, okay, ja, ja. En ja, gekke dingen gedaan allemaal en zo. Dus ik kon ook niet meer. Ik had geen kracht meer om echt top te presteren. Ik was gewoon weg door drank en drugs en zo. Dat is helemaal weg, man. Ja, ja, jongen. Ja, dat is kloot, hè. Ja, maar wat zijn je toekomstplannen, man? Eerlijk, kijk. Ik heb in Mokro Mafia nu gespeeld, ik heb mijn ding gedaan, ik heb veel lessen geleerd en ik ga nu lekker naar school en ik ga me ontwikkelen en op een gegeven moment wil ik zelf zo'n serie maken, man. Ja, wil je regisseur worden? Serie, man. Natuurlijk, waarom niet? Ja, natuurlijk, leren schrijven, leren regisseren, waarom niet? Ja, maakt me wel tof. Dat is mooi. Maak ik een film over jou? Ja, kan. Al die tijden dat je die drugs en al die shit. Ja, die en boek, dat boek is toch al uit, dus je hoeft alleen de boek te lezen. Maar alleen de rechten te kopen, hè? Ja. Ja, van alle acteurs, en ik koop die rechten. Ja. Zijn van mij en Mattie. Ja, even waarschuwen die lijn. Waarom investeer je zelf niet in je eigen film? Ja, maar ja, dan moet ik eerst nog een paar rondjes rijden. Nog veel rondjes. Hey, wat zeggen mensen op straat als ze jou zien nu? Gewoon, hey, pakken. Ja, nee, maar. Nee, maar. Zeg eerlijk, als ze jou zien, noemen ze jou muis of. Osama. Ligt eraan, man. In Noord hoor ik gewoon mijn naam en dan als ik op andere plekken kom, hoor ik Muis bijvoorbeeld. Of ik hoor Kevin of ik hoor Rimon of je weet toch? Ja. Meerdere namen, man. En die mensen die komen op je af en zo? Handtekening? Ja, niet handtekening, gewoon een leuk fotootje. Maar is ook weer erkenning toch van wat je doet? Ja, tuurlijk. Dus je weet toch? Je wordt er wel gewoon blij van. Ja, zeker. En die mensen geven veel love, man. Ja, maar dat is toch mooi omdat je ook goed speelt. Tuurlijk. En jij krijg je ook wel een beetje liefde? Man. Ja, niet zoveel meer, man. Ja, hoe komt dat dan? Moet echt ik heb wel een beetje aandacht nodig, man. Eigenlijk. Serieus? Ja, man. Vooral voor vrouwen. Ja, vrouwen, hè? Ja, daar ben je, hè? Nee, is wel oké bij mij. Gewoon rustig. Ik ben nu oude man, ik doe niks meer. Gewoon rustig. Een fotootje, dit en dat. Blijf ik lekker thuis bij mijn gezinnetje. Je houdt het nu lekker op één vrouw gewoon? Ja, man. Ga ik mijn vrouw lekker etten. Maar ik zag je laatst nog daar bij dingen, man. Bij die seksclub ook alweer. Ja, je hebt je vrouw vandaag een week kijkt, jongen. Nee, ze kijkt toch nooit. Het maakt haar niks uit. Nee. Ze weet niet eens wat ik doe. Ja, ze weet al dat ik in de auto doe, vindt ze mooi en zo, maar voor de rest. Heeft ze nooit één aflevering gezien? Nee, oké. Okay. Dus ik kan ook alles zeggen, daarom zeg ik ook alles, weet je wel. Je moet jezelf zijn, toch? Ja. Dat is de motto. Ja, ik moet altijd jezelf zijn, man. Hey, maar wat voor zin? Je hebt nog meegedaan de Libi? De Libi met, de Libi met Bilal. Ja, Bilal. Wahib.
Waar woont Bilal ook in de buurt? Hij woont in de stad, man. Oh. In het centrum. Oh, oké. Okay. Bilal heeft meer verdiend dan jij. Ja, man. Tuurlijk. Nee, man. Hij woont lekker in de stad, man. Hij zit goed aan. Ja. Natuurlijk. Is hij vrijgezel? Nee, man. Hij heeft gewoon lekker een vrouwtje, man. Echt? Ja. En jij dan? Ik heb ook een vrouwtje, man. Nee, man. Die lief. Ja, elke dag van de week heb je een vrouwtje, ja. Nee, ik ben rustig, man. Ja? Ja, maar ik ben rustig, man, eigenlijk. Heb jij geen, heb je wel een, dus wel vaste vriendin? Nee, ja. Ja, geen vriendin, gewoon rustig, man, ik ben niet... Gewoon een stampertje, man. Nee, geen stampertje, man. Sorry, dat doen we niet aan, man, broer. Nee? Nee, gewoon rustig. Ja. Yeah. Gewoon lief meisje, gewoon. Man. Ja, gewoon respect naar elkaar. Respect, man, tuurlijk. Nog geen relaties, maar gewoon gezellig. Gewoon relaxed, gewoon praten. Ja, alleen praten. Alleen praten, man. Jij bent echt een teringlijm. Hey, maar is dan? Ja, alleen praten, ja. Met de mond vol kan ze niet praten, hè? Hey, broer, hè? En die? Je kan dit gewoon niet schieten, hè? Maar je kan gewoon. Deze man. Gaan vegen. Ga je vegen? Nee. Jij bent mijn Mattie. Jij bent mijn Mattie van toch. Hé, hey, maar je bent wel een modemannetje, hè? Ja, niet modemannetje, maar ik zeg je eerlijk, maar ik doe maar wat eigenlijk, man. Ja? Gewoon, maar ik doe maar wat, man. Echt niet. Ik zweer het, joh. Mooi afgestemd op elkaar allemaal. Broer, dit heb ik gewoon gratis allemaal, echt. Ja, hè? Ja, man. Dat krijg je ook allemaal als je acteur bent, hè? Ja. Tenminste, als je bekend bent. Ik ook, hoor. Ja, je krijgt ook veel gratis. Kijk, alles gratis, alles. Relax, hoef je ook niet meer te kopen, nee. Dus speel je geen geld, kan je weer, je weet toch? Nee, alles, ja. En zo'n dure auto rijden. Huh? Je hebt geleerd van je lessen, hè? Jazeker. Had ik maar eerder gedaan, had ik wat overgehouden. Hé, hey, maar... En maar, ben jij wel met je geld rustig en zo? Of ben je ook gewoon... Ik ben nog jong, hè? Ik doe mijn best, maar ik doe mijn best om het rustig te houden. Ja. Het is ook moeilijk soms, toch? Ja, is ook... Nee, je weet. Ja, ik weet het. Ik denk dit kopen, dat kopen als je geld hebt. Broer, weet je wat die hele grap is? Soms koop ik dingen in mijn hoofd waarvoor ik het geld nog niet eens heb. Ja. Ken je dat? Ik zit gewoon in een showroom ergens, zit ik aan te kijken of ik zit daar bij een huis of zo. En denk ik, ja, maar dit ga ik zo inrichten en shit. Ja. Maar ik moet rustig blijven. Ja. Ken je dat ook of niet? Geld uitgeven voordat je het hebt. Ja. Grote... Dat deed ik ook. Had ik al getekend bij een club of zo, maar dan moest ik mijn geld nog onder. Ik heb een paar weken later mijn geld pas. Ja. Maar wou ik dit al kopen, ging ik dat al kopen. Probleem. En terwijl had ik eigenlijk niet eens. Dan kon ik het wel kopen, maar dan had ik net nog genoeg geld om zeg maar die maand te overleven. Zeg maar. Zo gierig was. Zo gierig. Dom. Zo. Waarom? Waarom is dat, hè? Wat is een van die dingen? Noem eens iets. Nou, zeg maar gewoon of een horloge gekocht of zo, die dan dik duur was. Dan had ik nog net een paar rondjes over voor die maand om te leven, zeg maar. Ja. Dat soort dingen. Terwijl ik gewoon, als ik even gewacht had, ja, dan had ik gewoon dik geld gehad ook. En, kijk, hier is iets mooi, man. Zie je niet veel mensen buiten nu, hè? Oh, is dat niet normaal? Hey, ik zie in één keer heel veel meisjes rennen buiten zo met die leggingjes aan. Ja, je houdt daarvan. Je gaat nu ook joggen zeker. Nee, ik blijf gewoon in de auto. Je blijft gewoon in de auto. Doe ik net of de auto stuk is, ga ik heel lang zo rijden zo. Doe ik zo. Als ze omkijken dan toch. Even kijken wat er aan de hand is. Kijk naar die naad van hun. Oh, lekker. Probleem. Man. Probleem. Je bent gek, man. Ben je veel in Amsterdam? Hier? In het centrum? Eigenlijk, ja, je wel. In het centrum ook? Ja, overal nergens, man. Ja, man. Niet echt veel in het centrum, maar wel gewoon. Heb je auto? Nee, maar ik heb geen auto. Gewoon scooter? Ik heb geen geld voor een auto. Ja, wat top, man. Ik heb geen geld voor een auto. Jawel. Pak gewoon de metro, maar rustig, man. Echt? Geen met de metro? Studenten-OV, bro. Ik zit gewoon in de metro rustig, man. Ik heb geen geld voor een auto, maar Andy, man. Ik zeg je eerlijk. Echt, waar? Ja, man. Oei, joe. Hey, maar... Nog niet. We zijn tegen de muur, hè? Hey, maar even serieus. Ga je echt met de metro? Nee, ik ga echt met de metro, hoor. Maar zijn er geen mensen die naar jou kijken en zo zeggen... Doet hij dan hier? Zeg, fuck up, broer, rustig. Ja? Rustig, man. Zit in de metro. Ja, wij zijn wel nuchter, hè? Ik ga zelfs met de studenten-OV, man. Ik heb nog een studenten-OV. Ja. Check hem in, rustig, pap. Ik kom op mijn locatie aan, relaxed. Ja, toch? Ik vind dat wel apart, maar ik dacht, ja, wel een scooter of een auto of zo. Nee, man. Nee. Ik had wel een scooter, maar nee, man, hoeft niet meer. Ik werk in Amsterdam, ik doe alles in Amsterdam bijna. Ja. Tja, gewoon rustig in de metro, man. Zijn er nog nieuwe dingen in de opkomst? Primeurtjes, lekker filmpje. Ga ik nog film maken? Ik ga naar school, man. Ik ga naar school. Ik wil wel... Ja, je ging bijna verraden jezelf, bijna. Hè? Bijna? Ja. Ik gaf je wel een kleine tip voor de sluier. Maar geen stress. Ja, nou ja. Ik ga naar school, maar rustig, man. Nee, maar jullie niet. Ontwikkelen. Nee, je gaat niet meer naar school. Je hebt een school. Nee, ik ga echt naar school. Serieus. Naar de school. Ja. Nou, theaterschool. Ja, man. Ook weer iets heel anders. Ja. Gekke school.
Gewoon met mensen met paarse haren en shit. Ik ben dat niet gewend, maar ja, nu ga je het zien. Ga je ermee leren omgaan en zo. Dat is wel keihard hoor. Keihard. Ik ben echt benieuwd, man. Ja. Ben benieuwd als ik klaar ben hoe het eruit ziet en ik hoop dat ik hem gewoon rustig kan afronden. Ja. Lijkt me wel tof, ja. Die ervaringen zo. Ja, maar ga. Maar je hebt nooit echt geacteerd, hè? Hiervoor of wel? Ja, nee, niet echt, maar gewoon kleine dingen. Gewoon een paar videoclipjes en dat soort dingetjes. Maar zit dat, videoclip, maar zit dat dan. Waar komt dat vandaan? Zit dat in je familie ook? Of heeft je vader ooit of in je moeder ook? Heeft ze in films of zo, weet ik veel. Ja, ik weet niet. Ik heb mensen met voetbal zitten. Mensen, je weet toch? Nee man, nee. Bij mij niet, bij mij niet. Ik zeg je eerlijk man, mijn moeder was verpleegkundige. Oké. Okay. En mijn vader was altijd gewoon rustig man, had hij gewoon zijn ding. Ja. En ik weet niet man, ik keek gewoon altijd veel naar films. Ik ben opgegroeid met heel veel films. Ik keek altijd die films en dacht ik van, hé, dit is wel echt keihard wat die man nu hier doet. Je weet toch, ik kan het beter misschien. Ik denk dat ik het misschien beter kan. Want dus zo ging jij naar die films kijken, die details zo let ook. Ja, gewoon naar die ogen van hem, hoe die speelt. En of ik het geloof. Als dat je iets die niet gelooft. Was je toch? Die Denzel was je maar dat is een Denzel. Ja, die is goed, hè? Ja, hij is zeker. Goed. Wat voor films van wat film vind je echt top? Ik vind hem echt top. En dat hij. Welke film? Welke film? Dat die privé ding is in Mexico. Die dat meisje gaat redden. Ja, die wordt ontvoerd. Man on Fire. Oh, Man on Fire. Ja, maar die is keihard. Die is keihard. Zo, dan speelt hij goed, hè? Ja, man. Maar hij speelt sowieso. En dan moet hij zichzelf later, geeft hij zichzelf toch over in ruil voor het meisje of zo. Ja, man. Dat is wel gek, hè? Ja, dat is een andere kaliber, man. Dat is een andere kaliber acteur, man. Ja, hè? Maar ook als persoon. Een hele toffe guy, man. Ja? In ieder geval, ja, man. Soms check ik wat interviews. Ik vind hem wel... Wat is dit nou weer dan? Hier gewoon rechtdoor, man. Ja, is afgesloten, man. Shit. Afgesloten. Maar deed je vroeger voetbal ook? Ja, ik heb vroeger wel gevoetbald, ja man. Bij wie? Gewoon hier in Nederland, maar gewoon in Amsterdam. Amateur. Wat, DWS of zo? Nee, geen DWS. Waarom DWS? Dat weet ik niet. Nee, maar Zeeburg, ik heb in Zeeburg heb ik gevoetbald. Ik heb ook een stage gelopen bij Heerenveen, maar broer, het werd drie keer niks, man broer. Hoezo? Ik heb de discipline er niet voor. Nee. Nee, maar serieus niet, man. Ik was ook gierig, hè. Altijd gierig met die bal. Ja, wou je niet afgeven? Die bal, broer, ik wou niet afgeven, man, broer. Ben je nog ooit een wedstrijd tegen DWS, met DWS? Toen voetbalde ik een halfjaartje bij DWS. Yeah. Tegen ADO Den Haag. Broer, ik wou die bal niet passen, broer. Ik wou die bal gewoon niet passen. Toen werd ik gewisseld. Toen was ik ook weer boos. Dacht, waarom wisselt deze man mij, man? Ja. Ik kan wel aardig voetballen. Ja, ah, leuk, voetballen. Man. Ik hè? Heb je het nog een beetje? Nee man, pasen wel, ik kan het niet meer lopen man. Nee? Maar ik zag ook dat je voetbalde bij een amateurclub man. Nee, niet meer. Oh, vorig jaar. Maar dat was voor mijn zwager, die speelt daar, doe ik af en toe mee. Ja? Maar nou ja, ik vind het alleen lekker in de zomer als het lekker weer is. Kijk, als ik 's ochtends moet voetballen om 10 uur in de wind en de regen, ja, dan blijf ik liever thuis bij mijn vrouw en kinderen toch? Ja, ik begrijp het wel. Ja, ik heb dat allemaal wel meegemaakt jongen. Zeg. Jij zei die passie er nog is toch, dan heb je nog wel... Maar je dacht gewoon van laat man, ik blijf lekker thuis bij mijn vrouw en kinderen. Ja. Nee, wat ik zeg, gewoon op zondag vind ik lekker gewoon, als het lekker weer is, met het zonnetje schijnt, dan vind ik wel leuk. Maar ik ga niet als het regent en ik ben echt een mooi weervoetballer, weet je. Daarom, toen ik nog bij Ajax speelde, zo, was ik altijd goed in de lente en de zomer. Daarna was het achter. En in de winter was je kaka. Dat was te koud. In de winter was het te koud, hè? Probleem. Oh man, Amsterdam, eitje man. Hey, top man, Amsterdam toch. Amsterdam, hè? Ja, dat is wel vet, Amsterdam. Heb je lang in Amsterdam gewoond? Want je hebt wel bij Ajax gevoetbald. Ik heb hier 9 jaar gewoond of zo, denk ik. Maar al die jongens die bij Ajax spelen, die wonen niet in Amsterdam. Nee. Of in ieder geval veel van ze. Ze wonen wel op de Zuidas en zo. Dat soort Zuidas, ja. De Zuidas veel. Heb je op de Zuidas gewoond? Ik? Ja. Nee, man. Nee? Nee, zoveel geld had ik toen nog niet. Nu wel, hè? Nee, ja. Nee, dat zie je ook niet. Ja. Nee, maar... Ja, de Zuidas wonen ze en waar nog meer? Vroeger was dat in Diemen en zo. Ja, Diemen. Diemen Noord, Diemen Zuid. Diemen wordt nu ook echt mooi, man. Ze lopen daar een beetje. Ja, zijn ze aan het bouwen? Ja, bouwen. Ook wel mooi. Wat was de mooiste scène van jou? Wat vond je de mooiste scène in Mokkenmafia? De mooiste scène? Ja. Of vond je helemaal. Vraag me een gekke vraag. Ja, man, deze. Kijk zo. Nadenken, man. Ik bedenk ook maar wat. De gekste scène van mij in Mokkenmafia. Dat ook. In de zin van de dikste scène. Ja, het dikste wat ik het mooiste vond. Wat je echt tof vond om te doen. Ja. Met die jongens gewoon, man. Met die. Die drie domino's. Ja, ja. Waarom? Is een gek iets. Domino's
Dus Joar, die jongen die die rol speelt, ja, met hem ben ik ook echt opgegroeid. Oh, meen je? Die is echt mijn vriend. Oké. Okay. Een vriend van mij, begrijp je? En die andere jongen ook. Waar je mee die overval ging plegen, zeg maar. Nee? Overval. Ja. Hele lieve jongen, man. Kan ook goed acteren, man. Veel talent. Yeah. Er is veel talent in Noorder. Ja, mooi, hè? Jawel, man. Hoe kan het? Maar het is wel echt... Zo, het is heel gelukje of je ontdekt wordt of dat je... Ja. Je weet toch? Hey, maar wat zijn die kijkcijfers en zo? Weet je dat? Van die Mokromafia? Die... De kijkcijfers, ik weet het eigenlijk niet, man. Ik zeg je eerlijk, het is niet echt iets waar ik... Nee, niet op let, maar ik ben wel benieuwd, want heel Nederland kijkt die serie gewoon. Ja, in ieder geval, ik weet alleen dat zijn hele mooie reacties en dat veel mensen het kijken, maar precies het aantal, dat weet ik niet. Nee, man, dat weet ik niet. Wie had jou benaderd? Thijs Rummer? Nee, maar ik zag op Instagram gewoon een berichtje staan, man. Oh, je hebt zelf... En toen dacht ik van, je weet toch, misschien is er iets voor mij, man. Oh, dat is wel vet. Talent, dus. ik wil sowieso al acteren, dus ik dacht, misschien kan ik hiermee mijn talent laten zien. Oh, ja. Aan Nederland laten zien wat ik kan. En aan de jongeren ook. Dat we ook wat kunnen en dat we ook gewoon kansen hebben om onszelf te laten zien. Ja, tuurlijk, ja, je bent echt een mooi voorbeeld ervan, man. Ja, ik wil me niet zozeer voor. Ja, wel, is wel zo. Ik probeer het juiste te doen. Al lukt het niet altijd. Wat zeg je? Je hoeft niet bescheiden te blijven. Nee, maar niet bescheiden, maar gewoon, je bent toch eerlijk. Eerlijk tegen mezelf. Dat is belangrijk, man. Maar je bent wel een voorbeeld voor veel acteurs in Nederland. Dat je... Mooi om te horen. Ja, is echt, ik vond het echt top. Ik baalde echt, jongen, dat ik... No pressure, man. Hé, hey, weet je wat? Ik lag gewoon op bed zo, hè. Toen ben jij geknald, toch? Ik zeg, nee! Ik zeg, ik was gewoon boos, hè. Jeez. Ik was gewoon boos. Mijn vrouw zei, ben je niet goed of zo? Ik, ook. Ik werd geknald. Ik dacht, nee! Toen was ik dood. Als je terugkomt, jongen, ik zie een ritje. Als je terugkomt, dan doe ik je nog een keer de auto. Maar dan doe ik je achterin vastplakken. Dat is dit ding hier. En dan ga ik de hele dag rondjes rijden. Heel dat je niks kan zeggen. Kan je niet bellen? Nee. Ik moet naar school, man, broer. Ik moet echt naar school, man, Andy. Dat is ook belangrijk, man. Maar ben je ook naar school gegaan trouwens, jij vroeger? Ja, gewoon. Huh? Ja, langsheen gereden. Alleen te lang je school. Je bent nooit naar binnen gegaan. Nee, heel af en toe ging ik naar binnen. Hey, dat is echt zo. Wat was je sterkste vak dan? Gimmen. Broer. Nee, luister dan. Ik moest naar mijn school. Kijk, ik moest maar van 9 tot 12 naar school. Dat... 9 tot 12. Oh ja, maar die regeling van Ajax. Ja, dus ik had gewoon een paar vakken. Dan op maandag dan had ik handarbeid. En dan, handarbeid? Ja, dan ging ik niet naar school. Ben gek of zo. Dan ging ik naar het toilet. Dan ging ik om 10 uur. Nee, ik bleef gewoon thuis. Zeg tegen mijn moeder, ja, mijn eerste 2 vrij maar. En dan ging ik. Je deed handarbeid thuis? Ja. In je bed. En spierballen, joh, man. Handarbeid, dan met die. Hey, kijk dan, die hond, hij kijkt op jou, man. Hey, maar. Zag je die beeldig? Hey, broer. Hey, maar luister dan. Heb jij nou ook een goldkaart of niet? Creditkaart? Ja. Nee, man. Black kaart? Ik heb geen kaart. Wat dan? Niks aan, broer. Alleen maar zwart geld? Nee, man. Geen zwart geld. Nee, ik heb een pinpasje van ING gewoon, man. Ja? Ja, man. Wordt die steeds zwaarder? Nee, eigenlijk niet, man. Pas. Het moet rollen, toch? Die van mij, maar die van mij die wordt steeds zwaarder, joh. Als je hem vasthoudt met je rechterhand, dan val je naar rechts. Zo... Psst. En wat doe je zo de hele dag niet dan? Binnen zitten? Een beetje schrijven, een beetje praten. Gewoon een beetje boekjes schrijven, man. Gewoon shit schrijven, verhalen. Ja? Ja, tuurlijk, man. Doe je eigen verhaal schrijven? Jij wil regisseur worden, man. Ik wil het worden, toch? Dus we moeten ook naar werken, toch? Oefenen. Maar dan verzin je gewoon dingen uit je hoofd, gewoon? Nee, maar gewoon gebeurtenissen van links en rechts en dingen die ik zie en dingen die ik meemaak. Ja. Net als dit gesprek, kan je ook een film over maken als je wilt. Ja, met wel bestseller, top 10 denk ik. Ja, als je wil investeren, je weet me te vinden. Ah. Zijn er nog dingen waar je spijt van hebt? Je zegt van, dat zou ik ook willen doen. In het leven? Ja. Niet overdoen, man. Maar eerlijk, moet ik eerlijk met je zijn? Ja. Er zijn wel dingen in het leven waar ik denk van, had ik het maar meer verkloot. Meer verkloot, ja? Ja. Had ik er meer van geleerd. Ja, omdat je dat nog niet gedaan hebt, die ervaring erin hebt of zo. Nee, niet per se ervaring, maar meer van, als ik het meer had verkloot, dat ik misschien bepaalde dingen geleerd die ik nu op een latere stage pas ga leren. Als je het jong verkloot, je vult je rugtas met informatie ik heb dit verkloot omdat ik dit heb gedaan. Dat verkloot omdat ik dat heb gedaan. Je vult die rugtas, je maakt hem dicht en wanneer je volwassen bent, maak je minder snel een fout. Ja, is dat zo. Is belangrijk. Ja, ja. Tuurlijk. Ja, dat is een ding ervaren. Tuurlijk, man, broer. Misschien ben jij geen profvoetballer geworden. Ja.
misschien heb jij wel geprofvoetbald, maar geen profvoetballer geworden. Misschien heb je niet het maximum uit die carrière gehaald. Yeah. Maar jij kan bijvoorbeeld aan jouw zoontje, die misschien wel voetbalt, bepaalde dingen leren. Yeah. Die jouw carrière hebben verpest voor jouw gevoel. Terwijl je eigenlijk gewoon geslaagd hebt. Want je hebt dingen meegemaakt die andere voetballers niet meemaken. Ja, klopt. Begrijp je? Klopt. Maar dat is ook belangrijk. Dat is ook zo. Je kan het meegeven aan, je weet hoe het gaat en zo in die wereld. En tuurlijk. Hoe je het niet moet doen ook. De fouten die je gemaakt hebt, die kan, daar kan je voor behoeden en zo. Tuurlijk man broer. Zeker weten. En dan wordt hij misschien wel, dat is misschien jouw goal. Misschien heb jij, wou jij altijd in de Champions League finale staan en een goal scoren. Misschien is die pas naar jouw zoon die goal, begrijp je? Ja, ja, ja. Accepteer dat. Ja, ja, ja. Die serie, hè? Ging je kijken, hè? Ja, links. Ging je toen die serie uitkomen, hè? Ging je dit kijken thuis met je vader en moeder? Of ik ging kijken met mijn vader en moeder? Nee maar, want ik was die tijden niet echt thuis. Ik was altijd buiten en zo. Ik was heel veel buiten. Yeah. Nee, maar, dus ik heb niet met ze gekeken. Hoe reageerde je vader en moeder? Als ik, eerlijk, ik weet niet eens of ze het hebben gezien. Nee, weet je niet. Ik zweer het je, man. Oké. Ik weet niet of ze het hebben gezien, man. Ik weet wel dat ze weten wat ik doe. Ja. Yeah. Maar ik weet niet of ze het hebben gezien. Oké, dus... Mijn moeder, ik denk mijn moeder misschien wel, man. Misschien heeft ze het gezien. Ja. Yeah. Ik weet niet of mijn zus en mijn broers en... Praten ze daar ook niet over? Over mijn werk? Ja. Yeah. Tuurlijk wel. Nee, maar dat ze het gezien hebben, dus dat ze zeiden, ik heb nog geen gesprek erover gehad, want Mokrom Af en seizoen 2 is net uit, hoor. Ja, 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 ja. Dus ik heb dat gesprek nog niet gehad met mijn moeder, man. Ik zeg je eerlijk. En met je zus en je broers? Ook nog niet echt. Nee, nee. Wel gewoon van, hé, we hebben een beetje gezien inderdaad, we zijn blij, we zijn trots. Ja, 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 gedaan, liefde. Goed. Tuurlijk. Okay. Ze zijn wel trots op wat ik aan het doen ben. Mooi, ze zien me ontwikkelen, dus dat is belangrijk. Ja, ja, ja. Je weet. En dik. En dik. En dik en nee. Lekker, maar wat ga je nu doen zo? Schrijven, man. Oh ja, schrijven geen idee. Tuurlijk. Maar schrijf je veel, de hele dag? Heel veel? Niet de hele dag, maar gewoon ook. Ik leef ook gewoon, ik doe mijn dingen, chill gewoon. Beetje chillen, buiten. Tuurlijk, moet ook gebeuren, een beetje bij mensen. Je weet toch ook een beetje met mensen om me heen, gewoon lekker vibe, man. Zijn er ook jongens van de serie waar je nog mee omgaat? Ja, Domino. Ja, Domino, ja, die jongen, ja. En Bilal dan? Bilal is ook mijn mattie. Ja. Bilal zag ik laatst nog, een paar dagen geleden. Oh. Ik zie iedereen. Ja. Iedereen ziet mij. Mooi man. Hier gaan we, ja. Links zo. Zijn we er weer, man. Dan ga ik ook even naar huis. Ja? Jij gaat lekker naar huis? Ja. Wat ga je doen? Ja, ik weet niet. Je gaat even in je bioscoop zitten en daar even een filmpje kijken. Nee. Ik heb geen bioscoop. Je hebt geen bioscoop hier? Nee. Je wil niet? Ik heb wel, ja, ik wil wel, maar ik heb wel een boerderij. Oh, lekker man. Ja, maar een grote boerderij. Hoeveel hectare heb je? 3. Wil je niet even kopen? Wat verkopen? 3 hectare. Ja, nee, weet man. Niet. 3 hectare? Ja. Landhuis? Ja, groot hè. Modern groot. Of heb je die gewoon wat? Ja, modern. Ja, echt nieuw? Ja, hij is van. Nou, hij is niet nieuw, hij is 2000. Ja, 2000. Mooi man. Ja, dus niet oud. Gewoon. Hij is niet oud, die zit denk van de boerderij. Oh, oud, dit, dat, oude ramen, zo, alles nieuw. Ja. Gewoon echt, maar wel mooi. Echt top. Mooi man. Ja. Tof. Ja, is echt lekker. Maar ook nu met die corona. Ja, je kan gewoon lekker, niemand kan naar binnen, zeg maar, bij jou rijden. Ik heb zo'n hek, zo'n poort ervoor. Dus je moet aanbellen als je dit gewoon voor je deur zo. Ja, 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 ja. Dus je kan niet zeg maar zomaar erop rijden, weet je. En als ze dan aanbellen, zie je wie er voor de deur staat. Dan kun je praten. Ja, ja. Dus dat is wel lekker. Mijn kinderen kunnen gewoon lekker buiten spelen en zo. Oh, je hebt echt zo'n camera waardoor je ziet wie voor je deur staat. Ja. Oké, keihard man. Ik doe gewoon mijn raam open, kijk gewoon naar buiten. nog wel. Dan komt wel goed. Over een paar jaar praten we weer verder. Ik denk gewoon dat ik hier blijf, man. Ik zeg je eerlijk. Ja? Hier. Rustig, man. Amsterdam. Gewoon metro is hier om de hoek. Ja. Alles is hier, man, broer. Ja. Chill. En dan hier lekker... Gewoon lekker. Ook gaan wonen, samen wonen, zeg maar. Dat is lastig, man. Dat is wel lastig. Daar zit ik nog een beetje over na te denken hoe ik dat ga doen. Maar samen wonen? Nee, nog niet samen. Ik moet eerst trouwen, toch? Ik wil eerst trouwen voordat ik ga samen wonen. Oké. Okay. Is eerlijk, man. Dus echt volgens de regels. Kijk, Seven alias. Hé, maar gewoon... echt gek, man. Waar woon jij dan? Ik woon hier, man. Hierachter. Hierachter. Pak je eventjes die script nog, of niet? Van mij? Ik ga hem voor je pakken, man. Ik ga hem nu voor je pakken. Boom! Hey. Wacht, kom maar. Oké. Ja jongens, dat was Meis dus. En hier hebben we het script, die kun je winnen. Hij is gesigneerd. En eventjes, dit is wel echt vet man. Kijk hier.
dat is wel echt dik. Abonneren. En dan, ik vond hem echt heel goed spelen. Echt topgozer. En ik vond het echt jammer dat hij eruit was. En ik hoop dat we nog heel veel van hem te zien krijgen. Maar ik vond het echt mooi dat hij in de auto was bij mij. Like even. En dan gaan we weer door naar de volgende. Bedankt. Later.